Gaan we naar buiten? Gaan we naar buiten? Ja, hè? Shall we go outside? Shall we go? There. Oh, yeah. Weep. Hallo allemaal. Welkom terug bij ons. Het is tijd voor een nieuwe update. Dat was het al lang. It's time for a new update. And I'm doing this in English and in Dutch, so everybody gets a chance to hear what I have to say. In Engels en in Nederlands. Als ik het alleen in Nederlands doe, dan piepen de Engelse mensen. Of de mensen met een andere taal. En andersom. Dus, tweetalig. Nou, je ziet waar we mee bezig zijn. This is what we're doing now. A lot of work. Vorige week hadden we een zwager op bezoek die een enorme voorraad heeft weggekloofd voor ons. En we maken het nu af. I'm going to help my husband in a short while, but this is necessary. I'll show you what we already have. De laatste vruchten zijn we aan het plukken. The last pears. These are the last fruits we have. Het is 11 oktober vandaag. 11th of October 2016. And it's not very cold, but a week ago we could sit outside in the sun. And that has changed. Well, dit zijn drie lagen hout. Three layers of wood. Gekloofd door Hans. Hans jongen. Echt geweldig. Oh, indie. Dit is nog een oude stapel van vorig jaar. This is what we had left from last year. And here's the hot tub. There's Indy. Didn't use it this year. Still has to find out some warming system. We moeten nog steeds een verwarming systeem maken ervoor. Oh, kijk nou. The 11th of October. Look at this. Er zijn nog steeds bramen. We moeten nog een dagje of twee zon hebben. Zitten overal nog. Ik heb hem al kort gewikt. Voor de winter. Hé, hey, kijk nou, er staan wat bloemetjes. Alles is warmer dan normaal. Indicum. Er is nog een hoop op te ruimen, maar daar zijn we nu mee bezig voor de winter. Als je kijkt, dan zie je dat de kas ook opgeruimd is. Er staan nog wat behoorlijke koolplanten die we nog een kans geven. De bonen hebben we weggehaald. En er zijn nog wat rapen. We have still some vegetables left. It did freeze two times already in the night, but not that much. And so we hope that we can still have some fruits. A few rotten tomatoes. We didn't make it. The last ones. It's not a lot more. But we're patient. This cabbage. Witte kool, witte bloemkool nog. En daar zit er ook nog eentje in. Dus die laten we nog even groeien totdat we ze willen eten. Maar dat is zo'n beetje alles nog. Nou, voor de rest heb ik nog wat kruiden. Er staat nog aardbei. En de aardbei is nog aan het bloeien zelfs. Strawberries, flowering. But it's going to its end. And wow. Indicum. You can see that the leaves are turning brown. We didn't have a lot of potatoes. It was too dry. But look, there's a few apples. I made a lot of apple juice, pear juice, plum juice. Cherry juice, all kinds of blackberry juices en jams, jellies. Ik heb een hele hoop sappen gemaakt, peren, appels, kersen,
opruimen. Jams heb ik gemaakt. Ik heb peren gestoofd. Er is echt best een hele hoop. Oh, deze zijn we nu aan het vullen. Trouwens, dat is de nieuwe. And to the other side. Well, there you see. In the other side of the chicken coop. Die voorraad zijn we ook aan het vullen. A lot of wood. Kom, Indy. But it's the only fuel we have here. Het is de enige brandstof die we hebben. Dus er moet echt een aantal kubjes staan. Zo even deze kant op lopen. Nou, hier hebben we ook nog bramen hangen. Het zijn er niet veel meer, maar... Ja, dit zijn echt de laatste. 11 oktober. Ik heb op 4 oktober voor het laatst motor gereden. Vorig jaar was 3 oktober de laatste keer. Hier zijn de oude konijnenhokken weg. En hier hebben we ook een houtvoorraad. Die hebben we 2 dagen geleden met z'n tweetjes gevuld. En voor de rest wordt het opruimen voor de winter. Ik weet niet of jullie me kunnen horen door de wind. Altijd een gok. Ik heb nog een kip of 20 over. We hebben er een aantal weggegeven. We hebben niks meer geslacht. We hebben ze gewoon weggegeven aan... De buren wilden graag wat Orpingtons. En kennis van Steve. Die met zijn kindertjes aan kippetjes wilde beginnen. Heeft het kleine kippenhok gekregen. En een paar kippen. Hij komt er nog een paar halen. Ze zijn van 20 eieren per dag naar ongeveer 5-6 eieren per dag gegaan. Dus dat zegt genoeg. Dan is de winter eraan het aankomen. Jammer genoeg. Kijk. Allemaal babbels. Dat zijn geen kleintjes. Indy. Hey. Kom. Dus die moeten we ook nog plukken. We still got apples. The 11th of October. Those are the last ones. Deze boom is altijd als laatste. Die appels zijn onwijs lekker. Er zijn wel zo'n paar taartjes van maken of zo. Ik had vorige week, toen Hans hier was, heb ik een appeltaart gemaakt samen met hem. En toen heb ik zeezout voor suiker aangezien. Dus je kunt je voorstellen hoe dat gesmaakt heeft. Niet. Hey Indy. Hey lieverd. Hey. Ja. We gaan het baasje helpen. Nee, niet doen. Niet bijten. Ik ben geen speelgoed. Hey. Nou. Ik ga hier. Ik zie jullie later. Bye bye. Indeed. Sorry for this. Very unsteady.
my dog. Hé, hey, Indy, wat is dat? Kom jij heel snel terug. Pas op, hè. Niet uit de tuin. Nee. Pjoppoi. Eén hand gaat dat natuurlijk niet, maar... Deze kruiwagen heeft de oude wielen van de grasmaaimachine die overleden is. En, nou ja... Recyclen. Ja, je hoort het. Hij kreunt en hij steunt. Nou, dat was zo met één hand. Wat is dit nou? Waar is je bal? Waar is je bal? Waar is je bal? Inside for a moment. Show you the pears that come from a tree. Dit zijn de peren die van onze boom komen. Ze zijn, het zijn handperen, je kan ze gewoon makkelijk eten. Dit zijn de eieren voor een dag. 9 stuks. Dat is niet veel. 9 eggs today. It's about half of what we normally have. En de laatste sappen die ik heb gemaakt, puursap, braam en peer. Ik maak ze dik. This is the last sauces and juices are made. There's coming a lot more from the pear tree and the apple trees. And well, I don't have that much glass bottles left, so I'll just fill them up. And then the rest we'll eat. En ja, we gaan gewoon door. Dus we hebben een aardige voorraad beneden staan dan. En hoe ik het doe, de meest simpele manier om zo'n dikke pure sap te maken. Wij houden niet van zeven en zo, alles zit erin. Dit is dan braam en zwarte bessen, laatste vlierbessen. Cut them in a few pieces. Take only these away. And with everything on it, it goes in the blender. Dus ik maak de peer wat kleiner in stukjes. Haal alleen de steeltjes weg. De rest laat ik zitten. En ook de schil. Dan gooi ik ze in de blender. After a few minutes, it's a thick juice sauce. And then I do it in a pan. Cook it and... put it into the glass bottles. Dus als het fijn gemalen is, dan gaat het in een pan. Ik kook het een paar minuten en dan gaat het direct in de potten. And it works fine for me. You can sweeten it, but it doesn't. These ones doesn't need that. Dus ik heb hier niks in gedaan, geen suiker. Het is niet nodig, ze zijn gewoon goed. Ik heb dat vorig jaar ook al een paar keer gedaan. En ze blijven gewoon een heel jaar goed. Dus we drinken nog steeds sappen die op die manier gemaakt zijn. We still have juices from last year. That's still good. Well, on the balcony, op ons balkon. It already froze 2 times, so it's a little bit... Het is een beetje spannend, it's exciting. These ones are almost ready. Peppers, pepperonis. Die zijn bijna klaar. And on the balcony we have this plant. 2 plants actually. And look what we have here. We already ate from it. It is a komkommer. Squash. And they're delicious. We already ate a few. There must be more. I must be blind. Where are they? Nou, er hangen er nog een paar, maar het is natuurlijk groen in groen. Dus ik zie ze niet. We komen hier alleen om ze water te geven. Look at this one, a new one. Je kan ze natuurlijk inmaken in een zoetzuur, maar we vinden ze zo erg lekker. Oh, hier. Here it is. Very low. Oh, there. Look. There's one. A very large one. And here's a very big one too. So this is
has one too. The feeling on the earth is dry. I need to water them. Doing it now. It is too cold to sit on the balcony now. It's not insulated there. We don't have heating. But for the plants, it's okay. As long as it doesn't freeze at night. Het is op het balkon nu te koud om te zitten. En, maar ja, goed. In ieder geval voor de planten gaat het nog goed. Er is een hoop licht daar. En zolang het niet vriest, 's nachts, is het geen probleem. I'm always experimenting with seeds, as you can see. That's paprika. Right, there we go again. Yeah, I'm doing all kinds of stuff. The beds and being busy. Oh, that one doesn't need water. This one's being busy, like always. I didn't make the bed yet, but we just fixed our bathroom a little. It's a lot better now. It's messy right now, but well, did our best to make it a little more attractive. We hebben onze slaapkamer aangepast met laminaat op de muur en op de vloer. Dat loopt dus door. Het is gewoon een mooi stuk mooier. Ik heb het bed nog niet opgemaakt, maar dat is ook weer een van die karweitjes. Focus, focus, focus. Doesn't matter. Yeah. Een stukje missiehuis. We hebben de schuur bij Steve opgeruimd. En daar kwam heel veel oud hout uit. En dat scheelt in de stookkosten. Nou ja, kosten hebben we niet, maar het scheelt in het stoken. In het hakken en alles. Handy? Ja, lieverd. Het wordt een stuk kouder. Het is 3:30. Ah, hij gaat weg met de auto, zo te zien. Hij heeft net weer een aanhanger vol met hout gehaald. He's going to park it. He just got the last a load of firewood that we have to split and give a place. And we use it for this baby here. Burning great. Doggy doggy. Nee, is lekker warm, hè? Yep, het is lekker warm, hè, lieverd. Oh, je bent zo braaf, hè. Je bent zo'n lieverd. Ja. Wat zeg je dan? Tot de volgende keer. Oei, 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 oei. Maar even knuffelen. Oei, oei, oei. Such a lovable baby. See you next time. Bye, bye. Bye, bye. Indie.